Vandaag, dames en heren, speel ik weer gekke games. En ik zeg even, ze zijn echt gestoord. Nee! En ook nog eens heel erg vreemd. Wat is hier gebeurd? Iemand heeft een agent 808 game voor me gemaakt. Laat achter in de reacties welke game jullie het leukst vond. Game 1, 2 of 3. Niet flauw doen, laat achter in de reactie. Anders krijg je met dit te maken, hè? Willen jullie vaker 3 random games? Druk dan zeker weten op het duimpje omhoog. En hey, voor de nieuwe mensen, abonneer! 56% is nog niet geabonneerd. Please jongens, abonneer, gun me een miljoen. Dan is het nu tijd voor 3 random games. De eerste game die we spelen is weer een SpongeBob game. We spelen weer Around the Clock. Ik heb het in de vorige aflevering ook gedaan. Niet oordelen, oké? Okay? Ah, we zien meneer Krabs. Centje, centje, centje. Er zijn nog heel veel levels die we nog kunnen doen in deze game. Wij spelen er vandaag nu eentje van. Oh, zeg dan in de reacties, geef ons meer SpongeBob. Nou, laten we meteen op continue klikken dan maar. En dan gaat ons avontuur beginnen. Blijkbaar is deze game echt huge. We zijn weer bij de tafel des tafels. Ik zie namelijk nog dat we 3 leveltjes hebben bij Patrick, Octo en bij SpongeBob. Hoorde dat die van Octo echt heel erg goed is. Zijn jullie er klaar voor, kinderen? Nou, laten we daar dan maar op klikken. En we krijgen nu een inzoom op Octo. Heen, SpongeBob. Squidward's Monument, 10 uur 's avonds. Oh nee, moeten we weer wat met die grote kwal doen? Nee. Nou, daar komen ze hoor. Octo, SpongeBob en... Oké, let op de camera. Dit slaat zo nergens op. Oké, Thunderhead. Wat is nou weer een Thunderhead? Een stomper, zo, ja! Onthoud wat ik tegen jullie heb gezegd, SpongeBob en Patrick. Pak allemaal dierbare dingen die je kunt pakken en neem het mee hier naartoe, oké. In de slechtste scenario, SpongeBob. Gooi wat je maar kan dragen en gooi het in de boot. Wij kunnen dit, dus deze 3 levels, ook wel de SpongeBob en Patrick levels, zijn ook wel product... Ik haat dat geluid zo erg. Deze levels zijn zo te zien ook wel gewoon dingen pakken en wegwezen. En wij moeten zo te zien een aantal schilderijen hebben, een klarinet en een standbeeld van Octo. Nou, laten we dan maar gewoon beginnen. Het eerste wat we moeten zoeken is Find the Bold and Brash Painting. Is dat die eerste? Die lelijke? Heeft Octo een lift? Sinds wanneer heeft Octo een lift? Laat hem openen. Oké, zelfs met een liftmuziekje. Dat is toch mooi, hoor. Eto Interact, laten we dat maar gewoon doen. Waarom heeft Octo zoveel schilderijen van zichzelf? Hij is wel vol van zichzelf. Nou, laten we maar op zoek gaan naar de schilderij dan maar. Oh, ik hoor mensen. Ik denk niet dat het SpongeBob zijn. Ik denk die reuzenkwal. Hallo? Huh? Ik zag daar iemand. Ik meen het serieus. Zeg niet dat hij hier komt. Oh my god, dat is echt die grote kwal. Walgelijk. Maar waar kunnen we dan die schilderij... Oh god, hij is daar weer. Maar waar kunnen we dan die schilderij... Dit is toch een achterlijke schilderij? Hallo? Huh? Hij komt eraan, hij komt eraan, hij komt eraan. Oké, laten we hier... Zeg niet dat hij hier komt. Please, please. Waarom beweegt alles? Dit is echt scary. Oké, weet je wat? Dit is de schilderij die we ook nodig hebben, zo te zien. Hallo? Hallo? Ik weet niet waar die is. Misschien kunnen we hier net op tijd wegkomen. Hallo? Nou, we hebben het soort vol gehaald. We hebben de painting te pakken. Laten we hier meteen maar weggaan. Voordat die kwal ons pakt. Kan hij beneden komen? Het lijkt erop van wel. Oké, laten we de allereerste product maar inleveren. En nu moeten wij nog een schilderijtje hebben. We hebben 1 van de 4 dingen. Oh my god. Ik vind het niks, joh. Ga weg, joh. Oké, ik zag hem. Ze kunnen beneden komen. Oh, dit is ook de schilderij die we nodig hebben. Oké, die nemen we mee. What the hell? Ik wist niet dat dat ding naar beneden kon. Oh my god, ja. Nee. Oh. We hebben een schilderij. Kunnen we gewoon nu meteen teruglopen of komt hij weer? Oh nee, ik zie daar een deur open gaan. Oké, hij komt daar naartoe. Weet je wat? We lopen wel even om. Ik haat mijn leven zoals ik altijd zou zeggen. Ik haat dat geluid zo erg. Ik wil erop spugen. Kunnen we dit net halen? Volgens mij wel. Kunnen we net met de lift deze kant op? Ik weet niet waar die is. Maar hey, we hebben een schilderij. En daarna hoeven we alleen nog maar een klarinet en een... Denk dat dat een standbeeld is? Oké, 2 van de 4. Nog 2 te gaan. Zeg niet dat hij hier naartoe komt, hè? Hallo? Ik wou zeggen, laten we met de trap gaan. Ik wil dat ook eigenlijk wel eventjes doen. Want ik denk dat die kwal door heeft dat wij de hele tijd met de lift gaan. Ah, nee! Ah, nee, fuck! Fuck! Oké, ik ga wel met de lift. Het voelt toch wel een stukje van. Oh. Waarom hoor ik de hele tijd dat geluid? Ik vind dat geluid echt verschrikkelijk. Oké. Nee, 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 nee. Oké, we moeten de klarinet vinden, dus dat gaat me wel lukken. Oké, hij is daar. Nee, nee, nee. Oh shit, hij heeft me gezien. Oh, ik haat dat
geluid zo kal. Oh, ik krijg kriebels over mijn rug heen van dat geluid. We hebben hier een shotgun. Maar waar gaan wij de klarinet vinden nou weer dan? Ik heb geen flauw idee. Oh. Hij kwam daar naartoe. Ik zag daar een lichtje. Nee, nee, nee. Zeg niet dat hij naar beneden... Hij komt naar beneden? Really? Ik ga dan wel weer met de lift. Ik vind het zo gemeen. Hier was net niet de klarinet en nu in één keer wel. Wat is dat voor onzin nou weer? Oké, nu dat we dat hebben, kunnen we heel snel hier weg. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Oh nee, ik ben nu boven. Hey, een spatel, die neem ik wel eventjes mee. Oh, hier is zo te zien ook de standbeeld die we nodig hebben volgens mij. We hoeven nog maar één ding te hebben en dat is een standbeeld van Octo. Oh my god. Dat is echt angstaanjagend, joh. Oké. Dus in één keer gaat het licht uit. We weten nu welke kant we op moeten, hè? Hij komt deze kant op, hè? Hij komt deze kant op, hè? Hij komt deze kant op! Hij komt naar beneden! Nee, hij komt naar beneden! Kriebels over mijn rug heen van de SpongeBob game. Oké, kunnen we weer binnen? Snel, 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 snel! Oké, we hebben de statue. Oh my god, we hebben alles. Maar deze is te zwaar! Oh nee, zeg niet dat hij nu naar boven kan, hè? Please, waar gaat hij heen? Misschien kunnen we nu snel naar beneden lopen. Please. Oh, ja! Zeg niet dat hij beneden is, hè. Ik ga echt huilen. Ik ga echt huilen als hij beneden is. Kom op! Nee! Waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Hij gaat de juiste kant op. Nu kunnen wij... Snel naar beneden! Go! Hij mag zien! Hij mag zien! Oh! Die trilling over mijn rug heen. Ik ben een SpongeBob e-sporter, oké? Ik weet wat ik doe. Want we hebben het nu gewoon gehad. Hell yeah! Oké, SpongeBob heeft zo te zien Gary. Zie ik daar nou Doodle Sponge achter? Oh, wat kan ik nog steeds meer beleven dan? Wat gebeurde, hè? Een B! Yo, dat is een 9! Zeg niet dat er nog meer levels zijn geunlocked, please. Waarschijnlijk moet ik het huis van Patrick en SpongeBob nog door om het vooral verder te spelen. Oh, op naar de volgende game. De volgende game die we spelen heeft een leuk verhaal. Het ziet er een beetje uit als Happy Wheels, maar het heeft een leuk verhaal, oké? We spelen ook wel Jolly World. De makers van deze game vroegen of ik een video wilde maken. Het is niet betaald, hè? Dit doe ik gewoon uit free will. Ik wilde dit wel spelen, maar onder één voorwaarde. Ze moesten een level voor mij maken. Zoals beloofd hebben we wat levels in elkaar geknutseld. Hell yeah! Waaronder Dr. Speech Boob en Agent 808. Ik heb geen flauw idee wat ik kan verwachten. Dit is gelijk mijn eerste indruk. Ik denk dat Jack Lee wel het meest lijkt op Agent 808. Dus daar gaan we gewoon mee strijden. Welk level zullen we dan als eerst doen? Agent 808 of Dr. Speech Boeben? We beginnen wel met Agent 808. Ik ben heel erg benieuwd wat dit is. Level gemaakt voor Ronald. Geïnspireerd door zijn Agent 808 muziekvideo. Yo, wat de hel is dit? Kies een voertuig. Yo, dat is leuk. Een fiets, een motor, een skateboard of een skippybal. Perfecte voertuig van Agent 808 is ook wel een skippybal. Oh god, oh god, daar zijn we dan. Oh nee, wat gebeurt er? Help me alsjeblieft, ze hebben me ontvoerd. Is dit Wilbo? Dat ik hier Candy Crush te spelen? Hé, hey, niet oordelen over mij, wat ik graag speel. Oké, okay, laten we Wilbo maar redden dan. Hoe kunnen we dit het beste besturen? Oh, dit gaat helemaal fout, joh. Hoe kunnen we springen? Help! En ik ben dood. We spelen wel eentjes als fiets. Agent 808, kunnen we die gun pakken? Wacht. Wacht, bijna. Bijna. Hell yeah. Oké, okay, nou laten we maar gaan. Laten we naar... Ik denk dat we naar Dr. Speechboob... Wat er gebeurt hier nou weer dan? Kunnen we hier naar beneden? Nee, zo te zien niet. Is dit een aardbeving of iets in die richting? Negeer het die steentjes gewoon eventjes. Uit mijn zone. Wie ben jij nou weer dan? Donder... Hallo? Zombie? Ben je een donder... Hey, trilt helemaal, joh. Kunnen we gewoon niet hier overheen? Oh, dat kan zo te zien. Ik ben zo'n goede gamer. Oké, okay, laten we nou maar doorgaan. Ik ben zo enorm benieuwd waar we terecht zullen komen. Hey jongens, ik kan dit. Ik doe al een minuut over dit leveltje. I can do this! Kom op, agent 808. Oh god, we gaan een pijp in? Sure. Oh nee, waar komen we terecht? Hallo? Waarom zie ik hier wapens? Volgens mij gingen we hier te traag voor. Volgens mij moeten we wat meer snelheid hebben. Laten we dit opnieuw doen. Go, 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 go. Easy! Nou, dat was makkelijk. Nou, dit is gewoon gemeen, hoor. Mag ik een F in de reacties? Yo, dit sloeg zo nergens op. Boy, moeten we hier naar beneden? Oké, okay, sure, denk ik. Ook al bloed ik volledig. Help. Ik ben
geld, ho! Ik heb gewoon wat meer Royalistic Juice nodig. Geen sponsor weer. Set your mind free. Moeten we ons zelf hier laten invallen of kunnen we gewoon onze fiets gebruiken? I don't know. Oké. Wacht. We zijn misschien onze voeten kwijt. We gaan samen naar de overwinning. We gaan samen niet dood. Oh god. Oh, ik kan de fiets nog besturen. Ja! Laserstralen. Waarschijnlijk moesten we die lasers ontwijken. En was het al die tijd zo makkelijk gewoon om hier overheen te gaan als je gewoon met de fiets ging? Dat was het gewoon! Hey jongens, pro gamen! Nu zijn we... Ik ben eindelijk verder. Half uur verder, maar oké, ik heb het... Nee, zo kun je niet zijn. Nee. Kan ik mezelf eruit lanceren? Nee! Ik heb het weer gehaald. Kunnen we deze jump maar... Oké, het is te doen. Nee. Ik ben zo lang bezig om dit level te halen. Zit daar zo'n crossbow? Really? We weten nu dat hier een crossbow zit. Dus hoe kunnen we die dan het beste onder... Speechboeben met je mond... Oh, hij is dood. Ik heb hem vermoord. Oké. Oh, waar denk je dat het heen gaat? Hoe kan ik dit halen? Oké, wacht. Oh, ik heb hem vermoord. Hier, hè? Oh, dat is Dr. Speechboeber. Stop of je vriend sterft. Yo, dacht het niet, maat. Ga donder op. Pik Speechboep onthoofd. Ik was het all the time. Wat? Wilbert, sorry. Het spijt me dat ik dit doe. Ik heb het gehaald. Maar ze hebben nog een level gemaakt. Dr. Speechboeber. Laten we die dan ook maar even spelen dan maar, hè? We zijn weer agent 808. Hoofdkwartier. Oh, laten we de 808 boot maar ingaan dan maar. Easy. Ik ben een pro gamer. Kwaadaardige laboratorium. Oh shit. Dit is privé eigenlijk. Donder op, joh. Oh god. Wat gaat er gebeuren? Laten we hier snel overheen gaan dan maar. Voordat we dood gaan. Go. Oké. We hebben het overleefd. Easy. Laten we doorfietsen. We moeten weer een jumpje maken. Of niet. Ik wil niet mijn poten weer breken. Oh nee, we moeten jumpen over spikes. Alles om Speechboeber te verslaan. Boom. Easy. What the fuck is jouw probleem? Hier, ga dood. Nee, ik heb mezelf gejinxed. Oké, nog lager. Oké, we willen niet onze hoofd stoten tegen die spikes aan. We zijn nog steeds door. Makkelijk dit. Dit is zo flauw. Oké, ik geef niet op. Oké, laten we dit speed... Oh nee, ik zit vast. Er zit nog steeds een bal achter ons aan als we maar een checkpoint krijgen. Alles om Speechboeber af te maken. Kom op, gebruik je ruggie. Is hier een checkpoint? Speechboeber! Oh shit! Oh nee, weer arrows. Oké, die gaan we gewoon ontwijken als we gewoon rustig aandoen. Nee, je hebt me gevonden. Ik was all the time Speechboeber alweer. Je gaat dood of zo. Hier. En wie hebben we hier dan? Helpen. Yo, chick, ik help je. Wij gaan een intieme relatie krijgen. Maak levels voor me. Check de game in de beschrijving. Geen sponsor. Dit was leuk. Dit was echt heel vet, man. De volgende game die we spelen is ook wel weer Deer Simulator. Hij kijkt me aan alsof hij me wil vermoorden. Ik heb deze game eerder gespeeld, maar toen was hij nog niet geüpdate. En hij is nu bizar geüpdate. Ben je er klaar voor, hert? Oh my god. Wat gebeurt er met je nek, jongen? Wow! Nou, daar zijn we dan. We zijn een hit. Ze hebben nu trouwens een soort van boss battle toegevoegd in deze game. Kom maar op, jongen. Ik maak dood. Maar voordat we een boss battle gaan doen, moeten we eerst eventjes wat doen. We moeten de politie uitlokken. Dus laten we even op zoek gaan naar een pipa. Volgens mij kun je gebouwen kapot slaan. Ja, dat doe ik wel eventjes. En we hebben meteen de politie achter me aan. Shit, kom maar. Schapies. Is dit een wapen die we krijgen? Dit klopt gewoon niet. Oh god, ik schrok me kapot. Yo, ik was nog bezig. Weet je wat, ik schiet deze schaapjes wel even neer. Ja, hoeveel schapen komen? Guys, ik probeer hier een baas te verslaan. Shut up. Ik ren eens over het water heen. Halleluja, jongens. Hier moeten we namelijk een aantal dingen doen. Om een bepaalde power op te krijgen. Om daarmee de boss te verslaan die daar span. Hey, wat is dit voor gebied? Dit is nieuw. Laten we even hier koenkeloeren. Yo, we zijn in China, jongens. Misschien kunnen we hier een soort van wapen vinden. We kunnen hier... Wat is dit? We hebben hiervoor een hond nodig, zo te zien. Waar gaan we nou... Yo, wat doen jullie hier? Hey, je hebt de politie verslagen. Waar gaan we nou weer een hond vinden dan? Ik heb geen flauw idee. Wat hebben we hier nodig? We hebben zo te zien een koe nodig die melk spuit. Nou, zijn dit de koeien die we nodig hebben? Laten we het even uitproberen. Volgens mij konden we hier toch op rijden? Ja! Nou, laten we naar het knopje toe vliegen. Want dan krijgen we namelijk een speciale wapen. Dit vliegt zo kloten. We gaan dit halen. Ik ben een professionele gamer, hè. Ik ben Deer Simulator e-sporter. We gaan veilig landen. Oké, kan ik hem nu loslaten? Blijf, koe. Nee.
Blijf erop, koe. En niet opstaan, want anders gaat die knop weer omhoog. Maar we hebben het gehaald. Ah, kijk wat we van de leger krijgen. Ja, dit voelt goed. Laten we maar meteen even gebruiken. Gaan we die koala even neerhalen. En boom. Oh, koala, kom even hier. Oh my god. Oké, ga even kijken. You died. Wow, ik schrok me kapot, vriend. Oké, de koala is neer. We hebben hem vermoord. En mensen blijven nog steeds tegen hem aanknallen. Wat we trouwens nu moeten doen is zoveel mogelijk politie achter ons aankrijgen. Want we willen namelijk de bos verslaan. Oh ja, ijsbeerpolitie volgens mij toch? Polarbeer. Nou, laat ik even al die politici maar even neerhalen dan maar. Ze kunnen toch niet zoveel betekenen. Oh my god, dit zijn veel schapen. Yo, hoeveel schapen komen er nog? Yo, ga allemaal eventjes neer, joh. Je hebt de politie verslagen. Hell yeah. Oh god, wat valt er uit de lucht? Ja, kom maar. Waar landt hij ook weer? Oh ja, in het theater inderdaad. We moeten wel even wat doen. Waar zijn allemaal mensen? Yo, kom eens even hier. Wees niet bang voor me. We moeten eventjes Deerify doen, want we moeten namelijk een army maken. Yo, die gun wil ik hebben. Yo, aan de kant, jongens. Die wil ik... Guys, shut up. Ik vind je... Jullie zijn echt heel irritant. Geef me gewoon deze wapen. Waar is nu mijn mechanische machine dan? Guys, kan met gebouwen slopen, joh. Zo, zo, zo. Kijk wie we hier hebben. Dubbel... Army, komen jullie nog? Laten we deze pupper afmaken. Kom, jongen. Ik maak je dood. Ik ga je shanken. Oh my god, wat gaat er gebeuren? Moeten we tegen 5 mensen vechten? Wat de hel is dit? Wat de hel is dit? Wat gebeurt er? Yo, kom maar. Oh, ga je al langzaam dood, jongen? Kom maar naar boven dan. Oh god, oh god, oh god. Ik heb wel al wat damage gedaan, maar ik heb geen flauw idee waar ik moet richten. Doggo, kappen. Moet ik hier opklimmen? Yo, oh, 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 oh. I did it. Oké, de allereerste. Oh my god, dit ziet er zo raar uit. Kom op, naar boven. Spring. Doggo? Mijn army heeft de doggo verslagen. Hier, laten we met z'n allen even dansen. Kom op. Ja, loslaten. Oké, dan gaan wij snel naar de andere kant toe. Wat zal er dan gebeuren? Oh shit, wat gaat er gebeuren? Wat is dit voor matrix gedoe? Wil je door tijd reizen? Oké, sure. Ik wil wel door tijd reizen. Waarom niet? Oh my god, want dit is zo raar. Wat is hier gebeurd? Zijn mensen nu slaven geworden? Ik ben zo in de... Oh my god, dat is de bedoeling. Wat ben ik aan het doen, joh? Oh nee, nog meer politie. Oh nee. Oh nee! Oké, ze zijn heel sterk geworden. Vliegende schapen, help! Help, jongens! Maak hem dood! Oké, you defeated the cop. Dit is raar. Ik ben bang.